Getallen bij elkaar optellen kan op verschillende manieren. Een van die manieren is het onder elkaar opschrijven van de getallen en van links naar rechts rekenen. Dit is de manier die op veel basisscholen geleerd wordt. Als eerste voorbeeld nemen we de som 231 plus 742. We zetten de getallen onder elkaar en zorgen er daarbij voor dat alle eenheden onder elkaar staan, alle tientallen onder elkaar staan en alle honderdtallen onder elkaar staan. We zetten er een streep onder en een plusteken om te laten zien dat we de twee getallen bij elkaar optellen. 200 plus 700 is 900. Ik schrijf 900 onder de streep. Dan 40 plus 30 is 70. Schrijf ik 70 onder de 900. Als laatste 1 plus 2 is 3. Dus schrijf ik 3 onder de 70. Dan tel ik die drie antwoorden bij elkaar op. 900 plus 70 plus 3 is 973. Het antwoord op de som is dus 973. Nog een voorbeeld. 489 plus 435. Ook weer de getallen onder elkaar opschrijven. 400 plus 400 is 800. 80 plus 30 is 110 en 9 plus 5 is 14. 800 plus 110 is 910. 910 plus 14 is 924. Deze manier van optellen werkt ook goed als je meer dan twee getallen bij elkaar moet optellen. Maar bij grote getallen wordt deze manier snel wel heel erg lang. Het kan wel, maar het wordt iets onoverzichtelijker. Zo werkt het optellen van links naar rechts. Je kunt ook het tegenovergestelde doen. Dat is optellen van rechts naar links. Als je die manier ook wilt proberen, dan hebben we daar een aparte video voor. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vergeet ons niet te liken, te delen en je op ons te abonneren. Graag tot de volgende keer.